Hey Hunter, ben je op televisie, man? Dat is grappig. Met snoepjes wordt hij eigenlijk geleerd om mij te negeren. Want hij moet eigenlijk alleen maar aanslaan op zijn baasje. Dat is wat een hulphond in opleiding, deze pup, 7 maanden, leert bij een gastgezin. En in de regio Dordrecht is er een enorm tekort aan gastgezinnen. Terwijl het een hartstikke leuke en dankbare taak is. Althans, dat vinden ze hier bij de familie Snel en Hendrik de Wanwacht. Ja, als je genoeg tijd hebt, dan is het hartstikke leuk om te doen. Om een hond zo snel dingen te zien leren, dat is echt perfect. Zit. Hunter, zit. Hunter. Je leert hem 20 basiscommando's aan. En dat gaat van hier komen, zit, down, smullen maar, dan krijgt hij te eten. Go to bed. Dan moet hij naar zijn bench toe om te gaan slapen, bijvoorbeeld. En zo zijn er nog heel veel andere commando's. Maar uiteindelijk zal hij straks na 14 maanden, als hij terug gaat naar herpen, zal hij ongeveer 70 commando's moeten gaan leren en 70 handelingen uit kunnen voeren. Een jaar lang is hij dus in huis, zo'n pup. En na een jaar wordt hij dus echt opgeleid tot hulphond. Om mee te helpen met de boodschappen doen, met de bus, op pad of verzin het maar. De was en de wasmachine, dat soort dingen dus. Maar we bezoeken natuurlijk ook heel erg veel. Hè? We nemen hem mee naar de winkel, naar de markt. En dan moet je even toestemming vragen of dat de hond naar binnen mag. Want hij mag niet overal zomaar naar binnen natuurlijk. Bij de bakker had ik wat problemen. Maar inmiddels kennen ze hem daar en dat is geen enkel probleem. En de supermarkt wil je natuurlijk niet dat hij alles sloopt. Net zoals dat hij met thuis sloopt. Hunter, hier. Kom. Goed zo, man. Braaf. Maar hij moet natuurlijk ook in de lift kunnen. Hij moet in de trein mee kunnen, in de bus. Nou, dat zijn dingen die we allemaal inmiddels hebben geoefend met hem. Dat duurt een jaar? Ja, daarna komt er waarschijnlijk wel weer een nieuwe hulphond. Want de behoefte aan het opleiden van hulphonden is natuurlijk heel erg groot.